Als je onderzoek wilt doen, maak je gebruik van verschillende bronnen. Bronnen zijn de plekken waar je je informatie vandaan haalt. Bronnen kunnen van alles zijn, zoals bijvoorbeeld boeken, het internet, een interview, een enquête, de krant of een tv-programma. Hoe weet je nu of een bron betrouwbaar is of niet? Vaak komen er in bronnen bepaalde meningen naar voren die niet altijd overeenkomen met de feiten. We spreken dan van een onbetrouwbare bron. Om na te gaan of een bron betrouwbaar is of niet, kun je andere bronnen raadplegen om te controleren of het klopt wat je bron zegt. Als je bijvoorbeeld een artikel in de krant gelezen hebt, zou je dit kunnen controleren door een boek te lezen over hetzelfde onderwerp en een interview te houden met een persoon die erbij was. Vertellen deze drie bronnen ongeveer hetzelfde verhaal, kun je vaak spreken van een betrouwbare bron.